Goedendag, ik kijk naar het Weersjournaal van een Weerplaza. En we gaan het vandaag hebben over het weer van dit weekend. Maar eerst beginnen we natuurlijk bij vandaag. Het was weer een heerlijke zomerdag. En zoals je hier ziet, fraaie temperaturen. Dit zijn het maxima zo rond twee uur vanmiddag. 23 graden aan zee. Op dat moment het er ook een zeewindje op te steken. Dus daar gaat het kwik later vanmiddag niet meer omhoog. In het binnenland al 25 tot 27 graden. Nou, daar zou het vanmiddag lokaal nog 28 graden kunnen worden. Echte zomerdag dus. En ja, die krijgen we morgen ook. Maar dan de andere variant. Eerst nog de satellietbeelden van vandaag. We hadden stralend zonnig weer met slechts een paar wolken die langs trokken. In de loop van de dag ontstonden er wat stapelwolken. Heel lokaal kunnen die misschien tot een bui uitgroeien. Veel zwaardere buien bevonden zich boven Polen en ook boven de Britse eilanden. En vooral richting die kant moeten we kijken: richting het westen van Frankrijk en zuiden van Engeland en Ierland. Daar zit veel bewolking. Dat komt morgen onze kant op. Dat zien we ook op de modelkaarten terug. Dit is de situatie van vanochtend 8 uur. Lage drukgebied in de buurt van Ierland. En daaromheen beweegt dan de lucht ongeveer in deze richting. Onze kant op. Nou, ik maak er een blauwe pijl van omdat er regen aankomt. Maar het is warme lucht wat er vooruit zit. Daardoor gaan de temperaturen morgen nog even flink omhoog. Als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat uh, het lage drukgebied min of meer boven de Britse eilanden blijft liggen. En dat de neerslag in de loop van zaterdag vanuit Frankrijk onze kant op komt. Dit is dan zaterdagmiddag, dan liggen de buien boven ons land. En uh, zien we dat het lage drukgebied in de buurt van zongeweer ligt. En op dat moment kan het echt wel slecht weer zijn in sommige delen van het land. Regen, onweer, hagel, windstoten. Het is allemaal mogelijk. En die buien trekken van zuid naar noord. Wisselvallig weer dus morgen in de loop van de dag. Houd de weerberichten wat dat betreft goed in de gaten, zeker als u morgen op pad bent. Vanavond hoeft dat niet. Het is rustig weer. Zeer lokaal kan er een buitje vallen. Begin van de avond vooral in het oosten van het land, later in de avond vooral in het zuidwesten en westen. Temperaturen rond 23 graden om 9 uur vanavond. Komende nacht vooral langs de westkust nog kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en temperatuur daalt tot rond 16 graden. Morgenochtend is het ook grotendeels droog op een enkele bui na zonnige periode. De temperatuur gaat rap omhoog. Aan het einde van de ochtend is het op veel plaatsen al 25 graden. En op dat moment naderen regen- en onweersbuien het zuiden van Nederland. Die trekken dan langzaam naar het noorden en bereiken Groningen ongeveer tegen de avond. Voor die buien uit loopt de temperatuur in het oosten en noorden van het land nog op naar 28 graden, en misschien zelfs wel tot lokaal 30 graden. Wordt dan echt broeierig warm en dat maakt de buien alleen maar zwaarder, want dan is er veel vochtige lucht aanwezig. Houd dus rekening met een forse buien morgen in de loop van de dag. Al moet al, zal het in de meeste plaatsen na 1 à 2 uur alweer voorbij zijn en dan breekt de zon weer door. Kijken we dan naar het weer van zondag, dan zien we dat er nog een enkele bui in de oostelijke provincies kan vallen. In de westelijke helft blijft het droog. Temperaturen 23 tot 25 graden. Opnieuw heel aardig zomerweer geldt ook voor maandag en dinsdag. Er kan een bui vallen, maar in het algemeen is het toch uh, grotendeels droog. Zonnige periode, temperaturen dagelijks rond de 24 graden. En zoals we de afgelopen dagen al aangaven, dat houden we volgende week de hele week met een hele lichte trend omhoog. Dus misschien dat we in het volgende weekend weer wat ruimer boven de 25 graden uitkomen. Hoe dan ook, voorlopig blijft de zomer in Nederland, waarbij we morgen even de wisselvallige variant hebben. Ik wens u een goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl